Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Ja, ik weet het, inderdaad, ik sta niet te gamen, ik ben gewoon aan het fucking vloggen. Ik kan dus inderdaad nu gewoon rondjes draaien en tegen jullie blijven praten. Ik weet het, het is best wel vet. Ik wil even stoppen, want anders ben ik straks helemaal duizelig. Ik was vandaag gewoon random een video aan het editen en opeens zat ik YouTube te kijken. Ik zag een vlog van Tenderfox en ik dacht, yo, wacht even Laurens. Je hebt vandaag een nieuwe camera gekocht en je hebt nog niet gevlogd. Dit is by the way voor de geïnteresseerde mensen, mijn setup. Ik weet het, het ziet er best nog wel clean uit. Hij is wel niet echt opgeruimd ofzo, maar ik bedoel, yo, nee. Het is een nice setup, zo kan ik het wel noemen. Ik kreeg dus van Tenderfox ineens het idee van, yo, ik moet ook even gaan vloggen. Ik bedoel, het is vandaag zaterdag 23 september. Yo, kijk even naar mijn OG achtergrond. Het is vandaag ook echt voor de eerste dag in het jaar of zo. Goed weer in België. Ik bedoel, mijn camera focust niet zo goed. En er is ook helemaal geen zon, want die zon zit echt al achter alle gebouwen of zo. Maar ja, ik bedoel, we moeten blij zijn. Het is goed weer en dat gebeurt bijna amper in België. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in welke camera ik heb. Ik heb de Canon EOS 750D met een 1855 kitlens en hierbovenop zo'n rode microfoon. Voor nog sexier geluid, ja, ik weet het. Zaterdag, weet ik veel welke dag, september, de laatste weekend van september of zo denk ik. Ga ik dus naar Gameforce, daar ga ik sowieso vloggen, dus met deze camera, yo, yo. En voor de rest ga ik zo om dat trampolinepark in geel vloggen. Yo, dat wordt volgens mij nog wel vet. Dus ja, ik weet niet of er dit weekend nog iets of wel leuk gaat gebeuren. Waarschijnlijk gaat er helemaal niks meer gebeuren, maar ja, als er nog iets gebeurt, dan zie ik jullie dan wel. Ja, ik en mijn broer gaan nu even zo Tinder, die heeft wel het focussen, daar zo. Nieuwe voetbalgoal testen. Voor de autofans, hier heb je de Toyota Supra, die is legit echt wel dik. Nou, shout-out naar Smelly. Voor de nog meer geïnteresseerde autofans, we hebben hier ook op dezelfde parking een Toyota GT86 of zo, echt een gekke racerbak. Ik weet niet, ik vind hem nog wel dik. Oké, okay, joh mensen, we zijn aangekomen op die enge voetbalveld. Ziet je hier zo? Boah. Dus ja, ik weet niet, we gaan zo een paar ballen trappen. Je kunt zo hier op deze gekke goal zo gekke instellingen doen. Yo, en dan gaat het, niet zo hard als je het kunt. Ding gewoon praten of zo. Oh shit. Vier, oh shit, de timer vier. Gaat af. Oké, nu kan ik zien hoeveel per uur ik heb getrapt. Oké, ik ga even trap. Oké, ik heb even een rustige trap gedaan. Boom, 82 per uur, bitch. Oké, we gaan het speed Sutu shit ding doen. Ik tegen Maxim. Voor mensen die niet weten wie Maxim is, ja. Het is mijn broer, ja. Oké. Okay. Ja, bah, ja oké. Okay. Trap maar, we kijken hoe snel gehaald of zo. Oh, oké. Okay. Oh shit. 70, wat een beest, hij heeft gewoon 70 gehaald. Oké, okay, nu ga ik. Ik win toch sowieso. Oh, putain. Oh, 98. Groen, win. Download de Yelp app voor meer spelmogelijkheden. Download de Yelp app voor meer spelmogelijkheden. Welkom op deze vlog. Vandaag ga ik vertellen hoe dat ik Laurens ben tegengekomen. Want eigenlijk ken ik Laurens niet zo goed. Maar ik kwam vandaag trainen en ik kwam hier naartoe. En ik heb die zien voetballen met zijn broer, denk ik. En en toen kwam ik die tegen en toen vroeg ik, mag ik alsjeblieft een vlog maken? Die zei nee en toen zei hij ja en toen heb ik niks gedaan en nu maak ik deze vlog. Shoutout to Insta. Mijn Insta. Dus Katja, laagstreepje. Verdank. Maar eigenlijk weet ik het niet. 24. 24, ja dat. Oké, okay, ja, link in de beschrijving, ja, you. Wij gaan vloggen! Kijk, ik ben dat meisje dat net was aan het vloggen, dat net Katja, werd gefilmd door Katja Laurens Gabis. Doei! Dit was zaterdag, 23 september. Doei, nog 7 dagen. En het is oktober. Niks. Doei. Het is vandaag alweer zondag. Het is ook echt weer veel te vroeg of zo. Het is 12:30. Ik moet ook om 1 uur of zo, voor 1 uur moet ik nog naar de winkel gaan. Want ik moet nog spullen voor school gaan halen voor morgen. Ik weet niet eens of ik zelfs op tijd ga zijn in de winkel. Maar ja, ik snap je, het komt wel goed. Lift, ik heb deze outfit aan. Ik weet niet voor de geïnteresseerden. Dit zijn mijn nieuwe schoenen. Ik vind ze persoonlijk wel best dik. Maar ik ga nu even naar de winkel. Ik heb hier de stacks voor naar de winkel te gaan. Oh shit. Dus ja, ja. Joe. Ik zit echt met een dilemma. Zou ik met het enge waveboard gaan? Zou ik met de enge step gaan? Of zou ik dan toch de swag mobiel pakken? Oh shit. Ik ga denk ik toch gewoon even dit enge paard gebruiken. Dus joh, dan ben ik sowieso op tijd. Ik heb hier één mooie courgette kunnen scoren. En lekker gehakt. Dus joh, komt helemaal goed. Oké, ik ben net klaar met het editen van het eerste deel van de vlog. We zien hier al de deeltjes. En hier is de andere beeldscherm met voorbeeld op. Dus ja, ik ga de vlog verder editen. En ja, joe. Ik wil even rustig een check aan doen op mijn smart school. Voor mensen die niet weten wat smart school is, dat is gewoon de shit waar je kunt zien wat je moet doen voor school. Ik dacht zo, oh ja, chill. Hier, sportdag op dinsdag.
kijk ik op maandag, zie ik zo geen toetsen. En dan opeens zie ik aardrijkskunde. Fucking toets van aardrijkskunde. Besef even, welke fucking leerkracht geeft een toets één dag voor een sportdag? Yo, echt. Love you, leerkracht. Love you, leerkracht. Echt, love you. Op zich, de shit dat ik moet doen, is gewoon alle landen van Europa kennen met de hoofdsteden. Zo deze landen allemaal. En weten of die in de Europese Unie zitten. Dus op zich valt het nog wel mee, want ik heb het vorig jaar ook al gedaan. Dus yo. Ik ben echt nog wel safe. Ik bedoel, ik heb nog wel best veel geluk. Waarschijnlijk ga ik nog steeds echt een buis halen op die test, maar pff, ik ga mijn best doen, guys. Ik ga de vlog hier wel afsluiten, want het is op dit moment al 2:30. Jullie denken waarschijnlijk, joh, dit is echt niet zo laat, hè, Laurens. Maar besef even dat deze vlog maandag, ja, maandag moet deze vlog online komen. Dus wanneer jullie kijken, nu is het waarschijnlijk maandag of dinsdag of zo. Dan moet deze vlog fucking online komen. En ja, mijn computer gaat waarschijnlijk ongeveer heel lang duren om een vlog gerenderd te krijgen. Dus daarom moet ik die vlog, ja, nu al gaan editen. Want ik moet heel de vlog nog editen, tweede deel, en renderen. Dus dat kan nog een hele tijd duren, dan die thumbnail nog maken, waarschijnlijk. Dus dat gaat waarschijnlijk wel even duren. En daarom dat ik de vlog natuurlijk nu al ga afsluiten. Hopelijk hebben jullie genoten van mijn eerste vlog. Als je het echt leuk vond, laat dan een like achter. Show me even die support. Als je nu zegt, Laurens, sorry, maar ik vind het echt helemaal niks. Doe dit alsjeblieft nooit meer. Laat het dan weten. Ik ga waarschijnlijk nog veel meer dit doen. Want ik vind het zelf 10 keer leuker dan Call of Duty. En waarschijnlijk vinden jullie het misschien ook leuker om te kijken. Dat hoop ik alleszins toch. Dus drop zeker die like, subscribe hier beneden. En dan maak je mij ook blij. En dan zie ik jullie boys bij een volgende video of vlog. Later, guys.